Yo boys and girls. Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys and girls, welkom bij weer een nieuwe video. Deze video wordt over een paar dagen gesprokkeld, dus vandaag is het nu dinsdag. En ik ga deze video doortrekken tot zondag. Totdat ik mijn squad battles rewards heb. Ik heb voor jullie een zeldzame spelerspakket 85 plus klaargezet. Van de 85 plus SBC. En we gaan die direct openen. Hij is geopend. We gaan zien wie dat we er gaan uitkrijgen. Het is een borde. Jorginho. Wauw. Waarom Jorginho? Ik weet het niet. We hadden er beter een walkout uit kunnen pakken. Maar dit was dus het dit deel van de video. We hebben dus Jorginho eruit gehaald en geen walkout. Dus eigenlijk was het pakje niet waard. Ik heb er veel meer ingestoken dan ik er heb uitgehaald. Dus nu op naar de andere dag. En we zijn nu dus donderdag. En ik heb Sven gisteren nog mijn Division Rivals laten doen. Hij is voor mij naar dingen gegaan. Naar divisie 9 getrokken. En we zijn nu dus de FIFA ingegaan. En we zijn Ultimate Team aan het ingaan. Ik ga eventjes van mijn koffietje drinken. Ik heb een koffietje gemaakt en nog niet van gedronken. Oké, versus Fit 22 Ultimate. Nee, Fit Freeze is dat. Of is dat versus? Versus, denk ik. Fit Freeze gaat ook nog beginnen, denk ik. Een van deze. En Team of the Week is perfect. Salai. De enige dat ik wil van Team of the Week is Henderson of Bernardo Silva. Maar die kaart is in massa's duur. Anthony, Team de Groep 6 wil ik ook wel. Ofwel Cristiano Ronaldo. Of Bruno Fernandes. Het duurt wel lang voor Ultimate Team in te gaan. Heel lang zelfs. Ik vind het echt raar dat het zo lang duurt. Dat is ook niet normaal. EA fixen de servers. Ik zit erin. Oké. Spelen. Division Rivals. Division Rivals Rewards. Twee premium elektrische pakketten. Niet verhandelbaar. We gaan voor de untradable pakketten. Divisie 9 wekelijkse beloningen. 520, 60 Champions Qualification Points en 2 premium spelerspakketten. Dit is een Division 9. Division Rivals, 2 pakketten. Die dat we nu kunnen claimen. Premium Guards, premium elektrische spelerspakket. Wat krijgen we eruit? Het eerste krijgen we zelfs geen borden. Dat is Fabianski. Laat ik daarvoor een Division Rivals spelen. En uit de tweede krijgen we. Heb ik ook geklikt. Krijgen we. Ook geen walkout. Het is weer al LVA. Het is Nani. Ik had dat wel kunnen verwachten. Bellen ging krijgen. Dus dan gaan we nog eens een player pickje doen. Een 75 plus player pick. Misschien dat we daar iets uit krijgen. Dus gaan we naar SBC's. Als hier nog is, de 75 plus player pick. Yes, die is er nog. CVM. Wie gaat er voor een leveren? Hebben we een CVM gepikt? We gaan gewoon Witzel inleveren. Die kunt er toch niks goed. Goldson. Arbilla. Rechtsachter hebben we daar eigenlijk van gepakt. Nee, dan gaan we RVV doen zeker. We hebben een Spanjaard.
We hebben een Spanjaard, Spanje. Loren kunnen we daarin geven. Ah nee, we moeten een tradable hebben. Ah, we moeten een. Geen tradable. We moeten een rare hebben. Goud zeldzaam. Dan is maar gaan zoeken naar wat we hebben van zeldzame speelders. Hier deze ga ik inleveren. Nee, net niet genoeg teamgeest. Wat doe ik nu? LVV misschien hebben we dat. Wacht. We kunnen misschien een rare CV ingeven. LV. Waardoor we hier gewoon een non-rare kunnen ingeven. Non-rare. Otamendi heb. Hopla. Oei shit. Ja, ah nee, ik ben het opnemen. Oeh. Allee jong. Hey, jullie stervers. Ze weet stop ik met uploaden, hè. Ze weet stop ik gewoon met opnemen, hè. Hey, fix jullie fucking servers. Een SBC inleveren duurt dat zo lang. Ja, boys and girls, ik zie jullie guys terug als de SBC kan ingeleverd worden. Maar ik blijf nu niet wachten op de SBC misschien. Oké, ik ben dus bij jullie terug. De SBC zou ik nu kunnen inleveren. En nu is hem wel direct ingeleverd. What the fuck? What the fuck, EA? Fictional servers gewoon. En wat krijgen we met de player pick? Hopelijk iets goed. 83 Zapata. Nou, let's take it. Het is niet echt waard, maar we took it. En ja. Het is een heel SBC dat ik al gedaan heb, geloof ik. Wat staat hier? 85 upgrade. Dat was vergeten. Nee, die heb ik opgenomen, geloof ik. Hier, die heb ik al gedaan. Maar ik zie jullie guys terug als ik zondag mijn rewards heb van de squad battles. En zie ik jullie guys zondag weer terug. En nu is het dus zondag en ja. Vandaag is het ook het einde van de Formule 1 van dit seizoen. Max Verstappen kan vandaag wereldkampioen worden. Ik heb daar straks een TikTok gezien, ik ga daar straks in werken. If this night is not forever, at least we are together. I know I'm not alone, I know I'm not alone. Het is vandaag de 12e december, dus vandaag is het einde van de F1. Het is de GP van Abu Dhabi nog en dan gaan ze stoppen met de GP, alleen met de F1 voor dit seizoen. Ja, ik ben nog naar de kapper geweest gisterenmorgen nog geweest. Ja, dus F1 is vandaag de laatste F1 dingen. Dus vandaag ga ik sowieso niet te veel meer filmen, dus ik ga juist nog mijn rewards filmen en misschien nog een SBC'tje en dan ga ik stoppen met de video, dus ja. Het is nu 8:42, dus het gaat ze beter wel mijn rewards kunnen opnemen. Dus ja, als ik mijn rewards heb opgenomen, ga ik sowieso stoppen met de video. Dus. En dan, dan ga ik naar het F1 zien, Formule 1. Want ja, Formule 1, dat is mijn dingen nu. Hè. Zeker omdat Max Verstappen wereldkampioen kan worden. Dus ja. En ja, zie jullie guys om 8 uur, aan hem 9 uur en 5. Oké, het is dus 9 uur en 4. We gaan nog een minuutje wachten voordat wij
de rewards kunnen claimen. Ik ga zo beetje Ultimate Team ingaan. Hopelijk krijg ik Pick of the Foot versus Fire. Dat is een nieuwe promo van deze week. Allee, de video komt pas in januari online, maar deze is een nieuwe promo. Elke week is er wel een nieuwe promo waarin ik mee moet doen. Foot versus Fire zou ik graag Rashford zou willen pikken. Dan kan ik die op de bank zetten. Ofwel in mijn main team. Dat ik nog een special card in mijn team heb. Zoals FIFA 21 had ik heel veel special cards in mijn team. Ja, toen had ik heel veel special cards in mijn team. Je weet het, ik ben nu nog net wakker. Ik ben nog iets meer dan een uur wakker, dus. Ja, ik ben nog niet echt 100% wakker. En ja, het is 9 en 5. We kunnen Ultimate Team induiken. Ik ga even dus hier opnemen. En wij kunnen dus Ultimate Team induiken. We zitten dus nu Ultimate Team aan het induiken. We gaan wel zien hoe of wat. Maar we gaan pakken. Ik ben goud 1 beëindigd in de Squad Battles. Ja. Squad Battles beloningen kunnen geclaimd worden. Ja, ik ben dus goud 1 geworden zoals jullie zien. Een topgemengd spelerspakket. Een top Electrum spelerspakket. En een premium goud jumbo pakket. Premium jumbo goud pakket, zal ik het zo zeggen. En een 8k munten. We moeten hier toch minstens 1 walkout kunnen zien te pakken. Dan gaan we naar thuis. Dan gaan we naar winkel. En dan gaan we... We gaan eerst het... Top gemengd zweerspakket open doen. Hopelijk pak ik weer. Maar die hebben al 1 keer of 2 keer een walkout uitgepakt. En we doen het deze keer niet. We pakken hier een borden uit. Spits, Lautaro. Nee, Icardi. Wauw. Icardi. Decent. Bakayoko. Ja. Dan een top Electrum speelspakket. Moeten we ook wel eens iets kunnen vangen. Doen we deze keer ook een Team of the Week walkout. CM. Henderson. What the fuck? Die wou ik. Ik wou Henderson. Die wou ik als super sub. Dus nu heb ik hem. Een tradable. Een Aspi. En Toko Mkambi. En Ito. Dus dat is walkout nummer 1 van deze video. En een premium jumbo goud pakket. Maakt niet uit wat daarin zit. Want we hebben onze super sub al. En dan krijgen we borden uit. Het Duits. Links mid. Gosens. Die wel decent is. Ja. Meer kan ik niet zeggen. Manolas. Ja. Decent. Shooter is die. Hopla. Maar we gaan dat niet verkopen, dus. Ja. Wat we nu nog kunnen doen, misschien. Is een. Premium Guard Preview pakket. En daar pakken we niks uit. Dus we hebben 1 walkout deze week. We hebben video's gehad waar we meer walkouts in hadden. Dus ja. Wat we nu nog wel gaan doen is een klein gouden upgrade. Eerst ga ik de Team of the Week Henderson in mijn team zetten. Want ja, die moet er ook in komen. In de plek van Phileke Foden. Botheim ga ik er natuurlijk niet uithalen. Henderson. Ja. Goed bezig, zou ik maar zeggen. En nu gaan we SBC doen. Eens zien over welke SBC dat er is. Ik denk niet dat er een player pick is. Nee. Er is geen player pick momenteel. Geen players pick momenteel, dus. Ja, want dat zijn al de marken, al de league. De league SBC's. Dus een koude upgrade gaan we doen. We hebben een goalkeeper gepakt. Karius. Dan centrale verdediger.
Cody en Manolas. Nee, Langley. Langley had ik ook deze week. Nee, had ik ook in een andere video gepikt. Dus LVV. Dus zien of ik dat daar heb. Noon Mensch. Rechtsachter. Cedric. Dat ik deze aan doe heb. Heb je daar ook nog wat chemistry? CVM. Bakayoko. Linksmid. Blanco. Van Portland Timbers. Rechtsmid. Ikone. Want die ga ik toch nooit niet gebruiken. Cam. Oscar. En in de Spita gaan we zetten Rodriguez en Mata. Dan hebben we nog eens een gouden upgradeje gedaan ook. En dan gaan we de video wel stoppen. Nee, ik moet geen nieuwe gouden upgrade doen. Dan zie je nu een walkoutje in pakken. Zou het perfect zijn voor deze video? Maar dat doen we waarschijnlijk niet. Ja. Dan pak je er wel borden uit. Cam. Fekir. Decent. Very decent. Decent wat je eruit krijgt. En doen mens. Maar ik wil jullie guys dus bedanken voor het kijken naar deze video. Mijn naam is altijd Dylan. We hebben vandaag Henderson Team Week gepakt die ik al wou pakken. Dus dat is een nieuwe upgrade voor mijn team. Ik wil jullie guys heel graag terugzien in de volgende video. Ik ga me vandaag nog voorbereiden op het wereldkampioen. Allee, op de GP van Abu Dhabi. Want Max Verstappen rijdt mee in Abu Dhabi. En hij kan echt pole position vandaag. En hij kan waarschijnlijk vandaag wereldkampioen worden. Ik hou jullie up-to-date in de volgende video. Als ik naar het F1 aan het kijken ben. Ik wil jullie guys bedanken voor het kijken naar deze video. Mijn naam is Altijd Dylan. En ik zie jullie guys in de volgende video maar weer. Peace!